Is dat, worden we afgelost? Allerbeste mensen. Hoe is het, jongen? Ah, goed, vriend. Ja? We zijn allemaal top voor. Hoor het, ja. Nou, even een tussenopname. We zijn weer druk bezig vandaag. We zijn begonnen met de vloer. Zoals je ziet is Rick druk bezig met alle balkjes vast te schroeven. Deze rotherrie horen wij de hele dag. Secuur werkje zo vlak langs die leidingen. Maar dat gaat heel goed. En dan hebben we zometeen, vandaag in ieder geval, de balklaag in de slaapkamer van Rick en Kim klaar. Ik ben er blij mee. Jij ook, Rick? Ik ben dogger. Kijk, vader Piet. Zo mag ik het graag zien. Ja. De enige die een beetje verstandig is. Waarom verstandig? Kijk. Mijn vader is die vettigheid zat. Die heb aan een bakje sla. Genoeg. Helemaal genoeg. Vader Piet. Ik ben fier op u. Zo, we zijn er klaar mee voor vandaag. Vandaag hoop gedaan met z'n tweetjes. De balklaag in de slaapkamer helemaal afgeschroefd. En alles geïsoleerd. We hebben de hele balklaag gemaakt in Tom's kamer. Vastgeschroefd, geïsoleerd. En de topfloor platen er al opgelegd. En doorgeschroefd. Nou, dan hoeven we alleen nog van de week het laatste randje af te maken. Nou, het is dinsdagavond. Mijn vader was hier rond een uur of twee vanmiddag. En ik kwam twee uurtjes later. En de vloer in de slaapkamer van Kim en mij zit erin. Zo, het is nu woensdagavond. De geus is vandaag begonnen met de dakkapel in de wc boven. Hier ligt al het puin van de oude dakkapel. Die hebben ze vanmorgen vakkundig gedemonteerd, laten we het zo zeggen. Het schuine pannendak is vervangen, weg. Een stukje dakbeschot aangeheeld, zoals ik hier laat zien. Een nieuw plat dak. Stijlkozijn is gemaakt. Zijwangetjes, de framepjes zijn begonnen. Morgen gaan ze weer lekker verder. Nou, ik ben met mijn vader in onze slaapkamer bezig geweest. De voorzetwand tegen de voorgevel hebben we gemaakt. We hebben de twee spanten hebben we omtimmerd. We hebben die kleine borstwinningjes geïsoleerd. En we hebben de, ja, wat was het? De holle ruimte boven hebben we mooi weggewerkt door middel van een koof te timmeren. En dan kunnen we van de week kunnen we het beginnen met het plafond. Hier kunnen we mooi het plafond tegenaan laten schieten. Thank you.
vloer in Bramse kamer. Helemaal afgemaakt. Zit er ook helemaal in. Afgeschroefd en wel. Dus het begint al aardig ergens op te lijken. Allemaal mooie rechte vloertjes. Blijf binnen. Dakraam van de logeerkamer zit er dus in. Zo ziet de wc er nu uit, boven. Dakpel. Waar ze druk mee bezig zijn geweest. Plafondrastering. Tom. Ah, spin. Ga jij hem opeten? Spin gaat je opeten. Hup, papa, vang hem. Ja, hup, papa, vang. Fuck, hij is groter dan glas. Nee, ik ga het niet doen. Jawel. Ja, pak hem. Jij bent... Kom op. Hij past niet in dat glas. Jawel, jij bent de kerel. Kom op. Doe het. Jawel. Ja, hij is wel dikker. Hij is wel... Durf jij dat niet? Nee, natuurlijk durf ik dat niet. Ja, gaat mijn moeder maar halen. Nee. Ja, doe het. Doe het. Jawel, hij past er wel in. Nee, doe het. Nee, kom op. Nee, jongen. Doe het. Eet je broodje. Kom op, held. Ja, pak hem. Pak hem. Daar staat een glas. Ja, Oké, mam. Nog één trapje hoger. Wel schoon dat ze springen. Nee, kom op, held. Kom op. Te dik hoor, dan gaat hij onderdoor. Nee, je moet het afvangen. Je moet het voorzichtig doen, man. Kijk uit voor de lamp. En kijk uit voor de... En nu? Oh, hij loopt erin, man. Je kruid. Wat kan dat nou? Echt een kijkers. Zaterdag zitten we weer op. Vandaag bezig geweest op de overloop op de eerste verdieping. We hebben alle stukjes muur boven de deuren erin gemaakt, waardoor de sparingen van de deuren zijn helemaal op maat, dus we kunnen de deurkozijnen kunnen er zo in. En we zijn begonnen met het plafond van de overloop. En we hebben de ringbalk en de balk om de 60 met de vlaggetjes naar het dak, die hebben we gemaakt, dus hij is al vast. We hoeven nog alleen de racheltjes, net zoals in onze slaapkamer, erop te schroeven. Dan loop ik even naar beneden, want Wim en Piet hebben ook niet stilgestaan. Die hebben vandaag project balk. Verder afgemaakt. In de woonkamer is de eerste balk helemaal geschuurd. De mannen zagen er weer verschrikkelijk uit. Deze is ook helemaal geschuurd. Deze is helemaal het verf eraf gebrand.
over de hele lengte. En daar gaan ze volgende week die gaan ze deze schuren. En als die helemaal leeg is, dan beginnen ze weer met de andere twee. Eerst weer het afbranden en daar het schuren. Nou, die zijn nog wel 6 weekenden zoet, mannen. Oh, oh. Zaterdagavond. Vandaag hebben we ons bezig gehouden met de kamer van Tom. We hebben de wand hebben we doorgetimmerd richting de dakkapel. Dat het gewoon één rechte wand is. We hebben die zijkant afgetimmerd. We hebben de vensterbank afgetimmerd. Dat we daar zo meteen kunnen gaan isoleren. En met een plaat omhoog en dat is dicht. Van de week gaan we de borstwering voorzien voor insulatie en underlayingplaatjes. We hebben het dakbeschot helemaal rondom voorzien van een miofol. Eerst latjes erachter van een centimeter zodat het erachter een beetje kan ventileren. We hebben deze geïsoleerd en dichtgetimmerd. We hebben alvast getengeld voor de aftimmering. Het plafond uitgeraffeld. Opgeschoten. En de mannen beneden hebben echt nou twee hele balken helemaal afgeschuurd. Dus we hebben vandaag een hele productieve zaterdag gehad. Hey, en even een schootje van 1,89 nog. Lang niet zo te commanderen, joh. Hij is lekker aan het timmen, hoor. Kom maar, hoor. Maat, hoe gaat het? Oh. Beter er even. Het ziet er nou zo uit. Zo zag het eruit. Dat is wel een verschilletje, hè? Thank you.